Hallo, ik ga hier in een kort filmpje laten zien hoe de EUMIG R2000 projector hoe die werkt en hoe je daar uw filmpjes mee kunt bekijken. Nou, het is een mooie projector met een scherm erop, ideaal. Beginnen met het klepje aan de bovenkant open te maken en eraf te halen. Dan het hendeltje naar boven klappen en als eerste de spoel erop zetten, een lege opwindspoel. Belangrijk voordat u de film erop zet is om te kijken of u Super 8 of Single 8 films heeft of dubbel 8 films. Single 8, Super 8, die hebben kleine gaatjes, kleine rechthoekige gaatjes aan de zijkant zitten. En dubbel 8 films, die hebben meer vierkant gaatjes en die zijn wat groter. Ik zal ze naast elkaar leggen. Zo. Hier aan de linkerkant dubbel 8 en aan de rechterkant super 8. Let erop dat de keuzeschakelaar voor super 8 en dubbel 8 juist staat. Deze schakelaar, boven, de stand boven is voor super 8 en de stand beneden is voor dubbel 8. Ik zet hem nu op super 8 omdat we nu een super 8 film gaan draaien. Bij super 8 filmpjes moet er een adaptertje hier op gezet worden. Ik zit hier. En daar past dan de filmspoel overheen. Zo, en dan even fixeren dat hij er niet af kan vallen. Belangrijk is dat de gaatjes zo aan de linkerkant zitten als u van vooraf erop kijkt. Nou, voor het invoeren van de film één tik draaien. Invoeren. En die moeten vrij snel moet de achterkant uitlopen. Mocht dat niet het geval zijn, snel stopzetten. Anders kan het zijn dat de film eventueel in het apparaat opgestopt raakt. Nou, dit loopt er goed doorheen. We doen nu een tandje verder. Dan hebben we het beeld. Er kan eventueel nog wat bijgesteld worden. Kaderinstelling met de middelste knop. Zo. En de scherpte met deze knop. Zo, goed. Dus de film nu ook snel vooruit spoelen. Op deze manier. Zo, stukje vooruit. En dan weer terug. Hiermee kan die uitgezet worden, gestart worden. Als u klaar bent met filmpje kijken, dan kan die teruggespoeld worden door een tweetank naar rechts te doen. Zo. En nu wordt die snel teruggespoeld. Terug in de beginpositie. En klaar.